Johnny's houden wel van stoute dingetjes. Zaakjes die eigenlijk niet mogen, maar wel heel spannend zijn. Dus gingen ze woensdag op zoek naar de stoere mannen van weleer. Mannen die vroeger in het grensgebied rond Luiksgestel, boter en allerlei andere goedjes stiekem de grens oversmokkelden. Dus dit was het gebied waar u vroeger boter smokkelde? Ja, mijn vader smokkelde. Met zijn maat en allemaal, met zijn kornuiten die erbij waren. Maar ik mocht als jongen van 10, 11 jaar, mocht ik mee. Want die waren met de fiets. Die gingen in dat huis, dat je daar ziet staan, gingen hun boot. Toen de tijd, wordt gesmokkeld waren vanuit België naar Nederland. Geen boter, maar suiker, bruine suiker, koffie, thee en ik weet allemaal wat nog meer. Dat werd vanuit België naar Nederland toegebracht. Dan mocht ik als jongen mee. Dan ging ik hier in die velden, dat waren dan omgeploegde velden. Dan legden ze de fiets neer en ik moest bij die fietsen gaan zitten. Als ze terugkwamen met de smokkelwaar en ze gingen een beetje van de route af, dan moest ik hier fluiten of roepen. Dan wisten ze waar ze moesten zijn weer. Het mooie van alles was, ik zag altijd de douanefietsen. Ik wist precies te vertellen, de douane zijn die kant op of de douane zijn die kant op. Wat veilig, hè? En ik deed dat zo graag. Er stond ik gewoon op te kijken. Maar, ik kreeg een kwartje. Van de ene naar de andere, van vader kreeg ik nooit niks, maar van die andere kreeg ik wel een kwartje. Tot mijn moeder op een gegeven moment zei, en dat is afgelopen. Hij moet morgen naar school toe en zit in school te slapen. Dat klopt. Ik denk dat veel liever naar school toe gaan. Hè. Hoe zat dat nou met die, ik heb wel eens gehoord dat vrouwen ook de boter onder de rokken verstopten. Hoe zat dat? Dat heeft hij dan weer, hè? Er waren vrouwen, die werkten in die tijd, heel veel Belgische vrouwen werkten in Nederland in sigarenfabrieken. En als ze dan terugkwamen van het werk, kwamen ze bij mijn auto. Bij mijn ouders hadden ze een winkel dan, waar die boter verkocht werd. Kwamen ze boter halen en dan hadden ze dubbel rokken aan. En de onderrok zat allemaal zakken in. Dus dan deden ze in die zakken, stopten ze boter in en dan hadden ze een hoepelrok. Hè. Stapten ze weer een busje en dan door naar huis. Waren de smokkelaars vroeger toch een beetje de helden van het dorp? De helden van het dorp. Ja? Ja. Dat waren echt helden, dat waren... Durf al wat, hè? Die durven alles, hè? De vlugge jongens. Ja. Die, ik weet niet of ze die tijd ook bewapend waren, maar volgens mij niet. Maar als de douane achter zat, die waren niet flauw. Die schoten met de revolver, hè? En ik zie het gebeuren, dat ketst het vuur uit over de weg. Komt ze op het dorp. Die mocht tot aan de grens van Luiksgestel, zover mocht Belgische douane hier dienst doen. En hoe kwamen die erachteraan, die douane? Ook met de auto, hè. En dan schieten? Ja, maar dat is nou bewust. Ik denk, ze schoten eigenlijk meer op de banden, hè. De banden, ja. Ik weet niet, ik kan me nou herinneren, ze hebben ooit om ze die te vangen, als ze schreeuwen zo over de weg, over de harde weg, zou ik maar zeggen, hè. Ze durven daar gerust. Die douane sprong wel uit de kant. Om die te vangen, had ze een kabel schuin over de weg gespannen. Als er een auto tegenaan rijdt, dan gaat die wel de sloot in, hè. Ja. Bij u vlakbij, er staat een kraaienpoot, hè. Ja. Ja, zo'n grootje. Maar kunt u vertellen, hoe ging dat vroeger met die kraaienpoten? Die kraaienpoten die waren ongeveer, nou mijn twee vingers zijn iets kort, zo in elkaar. Hè? Veel groter waren die niet, hè? Ja. Dus, zeg maar, die pinnetjes waren zo lang. Dan had ze achter in die auto, zat kwam een buis achteruit. Het was niet altijd een smokkelauto, het was ook een auto dan die geen boten vervoerde, maar die dan voorop reed. Of achterop reed, niet voorop, achterop reed. En als de douane volgde, dan gooien ze die kraaienpoten in die buis en die vielen over de weg, verspreidden zich over de weg. En daar is de band op kapot, kon ze niet meer volgen. Hè? En de dienstbus... Die kraaienpoten werden ook in het dorp gemaakt? Die werden in het dorp gemaakt. Maar u mocht ze niet maken? Nee, ik mocht van mijn vader niet maken. Ik had het wel doen, want het was goed mee te verdienen. Voor die tijd, een kwartje per stuk. Was veel geld. Maar waarom mocht u ze niet maken van uw vader? Vanwege dat hij zegt, als er nou iemand dodelijk verongelukt, dan heb jij ook mee opgeweten. Ja. En dat had hij wel wat gelijk. Thank you.